Kijken ze ons in de ogen, dan zijn ze verloren en gebeurt het misschien niet. Het gebeurt dat het niet gebeurt op de set. Ze zijn eendagsvliegen, ze zijn niet getraind. Het gebeurt dat een gat scheurt. Voor de lens sluit het lichaam de ogen en het opent zich. Het moet duren. De tijd loopt en moet blijven lopen. De tijd kan bijvoorbeeld weglopen door het donker heel haastig naar de dokter bovenaan de trap om die aan de broekspijp te trekken en mee te tronen naar beneden. Het kan niet blijven duren. Ze zullen zakken door iets heen wat er niet is, door het donkere gat in de kelder. De twee lichamen vallen door elkaar heen alsof ze worden leeggehaald, alsof alle buizen volstromen. Het is het moment nog niet, zegt de camera, maar het gebeurt toch. Voilà, daar gebeurt het. Van het ene lichaam het andere in. De lampen springen stuk bij de blinde pornofanaat. Hij heeft een déjà vu. De buizen rammelen vertraagd, de trap springt van het schokken hoog en laag en zet de man bovenaan in beweging. En dan komen de benen van bovenaan de bijzondere trap helemaal naar beneden. De benen kijken niet in de lens, maar stellen de buis in hun midden dadelijk in werking. Het is onvermijdelijk. Wij weten dat, vooral als we de trap afgaan, het donker van een darkroom in. De man nadert. Hij sluit zich aan op de knapenkont. Een big bang. Iemand schreeuwt alle oerdieren bij elkaar. Allen in het zwarte gat. Saskia de Koster.